Ja, maar voor ons. Als jij hier is een babyspeeltuin, hier kan ik echt niet in spelen. En hier speel ik nooit. Ik loop altijd rondjes buiten als ik ga buiten spelen. Verder hier niks. Ik ga zo, hè. Heel veel kinderen hier in deze buurt, jammer genoeg, blijven wel binnen. En zitten ook echt binnen. Omdat ja, heel veel ouders zoiets hebben van ja, er is toch niks buiten te doen. Wat ga je buiten zoeken? Met wie ga je spelen? Ze spelen wel hier. Maar waar spelen ze? Heb je daar een heel mooi groot open stuk waarvan de speeltoestel 1 aangevaarlijk is omdat daar schroeven los zitten. De PVC-tegels die zitten los. Daarachter heb je een voetbalpleintje waarvan de doelen verroest zijn en het gras vol zit met grote gaten. En je enkel, eigenlijk je enkel makkelijk kan verdraaien, dus dat wordt niet onderhouden. Je hebt daarachter bij Hooggevecht heb je een speelklimrek iets achter het kinderdagverblijf die gebruikt wordt door de katten als kattenbak. Dus vind je heel veel uitwerpselen in en het is niet echt hygiënisch om daar te spelen, dus daar zou ik mijn kind ook niet laten spelen. En dan heb je hierachter, precies bij Hoptillen, heb je ook een speelveld, maar dat is aangelegd voor kinderen tot en met 3 jaar. Op een gegeven moment, als die kinderen nergens kunnen spelen, dan gaan ze voor de portieken hangen. En wat ga je dan krijgen? Mensen raken geïrriteerd, want ze horen steeds lawaai. Kinderen worden weggejaagd, ze geven misschien een grote mond. En dan, voordat je weet, is het slaags. Ga goed inventariseren voordat je geld uitgeeft aan de verkeerde dingen. En als je het uitgeeft, geef het op zo'n manier uit waarvan je weet wat de mensen eigenlijk daadwerkelijk nodig hebben in de buurt. Nou ja, in principe zou het leuk zijn als er van die grote projecten komen die zeg maar voor herhaling en lang vatbaar zijn. Dus niet voor een week of voor een maand, maar voor een lange termijn. Van een jaar of zo, of 2 jaar. Weet je, dat je het kan rekken. Zodat het een continuïteit heeft, weet je. En dat de gemeente zelf zich iets meer gaat interesseren in wat vinden kinderen eigenlijk leuk. In plaats van een nieuwe eetcafé hier neer te zetten. Of een nieuwe eethuis, of een nieuwe theewinkel, of een nieuwe kledingzaak. Want daar help je eigenlijk de buurt niet mee. Want zoals je ziet, Hoptillen, de H-buurt, zijn ze aan het stedelijk vernieuwen. Dus de buitenkant ziet er prachtig uit, maar de binnenkant is kloten. Kijk, de buitenkant is mooi voor het aanzien. Maar de eigenlijke problemen die zich afspelen in de buurt, die worden eigenlijk niet aangepakt. I have a big, big dream. Dat alle kinderen, zeg maar, die hier woonachtig zijn en de volwassenen eindelijk de handen ineen slaan, samen met die mensen daar bij de gemeente, dat de mensen van hier vaker hun mond openmaken en opkomen voor hun mening en zeggen wat ze willen, zodat het ook wordt gerealiseerd. Vrij veel scholen in Amsterdam Zuidoost zijn overgegaan dit schooljaar op het continu rooster. Dat betekent dat kinderen in plaats van 2:15 in onze situatie, maar om 2:15 op de andere school ook hier in de buurt uitgaan, gaan ze nu om 2 uur naar buiten. Ja. Wat nu dreigt te gebeuren is dat met die brede schoolvoorzieningen we dus niet een zinvolle invulling kunnen bedenken. En met we bedoel ik de wijk. Ja. Om te voorkomen dat deze kinderen straks in de wijk gaan zwerven, omdat er niets te doen valt. En dat is waar ik me wel zorgen over maak. Traditioneel was sporten en trainen bij de voetbalclub was op woensdagmiddag. Maar ja, die woensdagmiddag duurt nu tot 2 uur. Maar die donderdagmiddag, die duurt ook tot 2 uur. Dus de sportvereniging, als je daarmee in contact komt, zou, als ze daarvoor openstaan en ook even out of the box denken, kunnen zeggen, weet je, ons aanbod voor die kinderen, dat trainingsaanbod, kan ook op donderdagmiddag om 2:30 plaatsvinden in plaats van woensdag om 2 uur. Wij zitten met 2 scholen, onze buurtschool die zit hier op 150 meter, we zitten met ruim 600 kinderen in dit gebied. Nou, dat betekent dat er voor 600 kinderen, een groot deel daarvan in ieder geval, nagedacht moet worden
van wat is het aanbod uit de buurt? Welke mensen in de buurt kunnen daar een rol in spelen? En staan er open voor om met scholen in gesprek te gaan? Om te voorkomen dat straks kinderen tussen wal en schip dreigen te raken. Recentelijk zijn we met een initiatief in contact gekomen. Een initiatief wat in de buurt leeft om een huiswerkklas te organiseren. Deze mensen doen zinvolle dingen, kunnen de positieve rolmodellen inzetten. Zijn ook in staat om een programma te bieden na school, wat mogelijk aansluit bij dat van ons. Maar daar zijn we over in gesprek. Maar ja, ik zit met een school die uit zijn voegen barst. Ik heb na schooltijd, dat ziet u zelf, ik moet nu in een lokaal zitten. Wij hebben die ruimte niet. Hey, wacht even. Als je nou als stadsdeel weet dat dat een burgerinitiatief is, dat de school daarin een rol zou willen betekenen, dat de school daarin mee zou kunnen gaan, dat het ten behoeve van die leerlingen is, ook na schooltijd, dat je daarmee voorkomt dat ze gaan zwerven. Het enige probleem waar de school en dat initiatief mee te maken heeft, Profor, is een plek, ruimte. Nou, dan heb je als stadsdeel heb je contacten met de woningbouwvereniging, je hebt contacten met bedrijfsruimtes die leegstaan. Hoe kunnen we nou zorgen, daar moet iemand de regie in nemen. Want dat is een probleem, dat kan Profor niet tackelen, dat kunnen wij ook niet tackelen, ik heb geen geld voor extra ruimte. Maar je kunt wel als stadsdeel zeggen, wij hebben zoveel contacten in de wijk, dat we daarin meegaan, denken.